Van alle gemeenten in de regio is Beuningen waarschijnlijk het meest ver gevorderd met het maken van plannen voor wind- en zonne-energie. Dat moet ook wel, aangezien Beuningen al in 2040 energie-neutraal wil zijn. Maandag 25 juni was Weurt aan de beurt om kennis te maken met de drie varianten die de zogenoemde gebiedsraad heeft opgesteld. In 16 werkgroepen met circa 150 inwoners zijn 16 scenario's uitgewerkt hoe in Beuningen kan worden omgegaan met wind- en zonne-energie. Uit die 16 scenario's heeft de gebiedsraad drie realistische varianten samengesteld. De inwoners van Weurt werden uitgenodigd om hierover hun mening te geven.